welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over het vijfde seizoen van de Noah Hawley-serie Fargo. Het is al een aantal jaren geleden sinds we voor het laatst Fargo gehad hebben, maar ik denk dat Noah Hawley dus wel echt de tijd heeft genomen voor dit vijfde seizoen. En op veel vlakken merk je dat dus, want dit is denk ik wel een van de betere seizoenen van Fargo tot nu toe. En dat zegt zeker wel wat. Ik denk dat ze alle vijf echt iets unieks brengen en dat ze alle vijf dus ook zeker wel gewoon een aantal van de beste series waren in het jaar waarin ze zijn uitgebracht. En ik ben sowieso een super groot fan van Noah Hawley, ook voor het werk wat hij gedaan heeft met Legion bijvoorbeeld. En ik kan niet wachten om te zien wat hij met Alien gaat doen. Maar goed, ondanks dat er wel aliens voorbij zijn gekomen in een seizoen van Fargo, is Fargo normaal gesproken natuurlijk veel meer grondgebaseerd. Maar toch heeft het een beetje zijn eigen hyperrealiteit en dat het een beetje inspeelt op van die kleine stadjes waarin iedereen heel vriendelijk en gezellig is en zo, maar waarin er toch een beetje een donkere onderbuik hangt. En alle seizoenen van Fargo spelen zich dus af in Minnesota. Meestal worden ze ook heel erg subtiel via Easter eggs en zo toch nog wel een beetje met elkaar verbonden. Maar we hebben dus wel voor elk seizoen een volledig nieuwe cast en voor dit vijfde seizoen wordt het dus geleid door Juno Temple. En ik ken haar natuurlijk vooral als Keely uit Ted Lasso, maar in het geval van Fargo in dit seizoen speelt ze dus een personage wat zichzelf Dorothy noemt. En haar naam Dorothy is dus overduidelijk een verwijzing naar The Wizard of Oz, want Dorothy in dit geval heeft dus een beetje een eigen realiteit voor zichzelf gemaakt. En ze woont dus met haar kind ergens in een klein stadje, maar wat je niet weet is dat ze blijkbaar dus een ex-man heeft die nog steeds achter haar aanzet. En die ex-man wordt gespeeld door John Hamm, die een sheriff speelt en die dus ook heel veel macht en invloed heeft binnen dit stadje. Maar er zit dus duidelijk een thema in van personages die een soort van realiteit voor zichzelf proberen te vormen. Want hij denkt dus ook dat hij heel veel meer autoriteit en macht heeft dan dat hij eigenlijk hoort te hebben als sheriff. Maar goed, hij zit dus achter Dorothy aan, maar Dorothy blijkt ook wel gewoon echt een vechter in zich te hebben. Ze wordt dus ook de hele tijd verwezen als een soort wilde tijger. En dat conflict tussen haar en de sheriff is overduidelijk wel de centrale verhaallijn in dit seizoen, maar tegelijk hebben ze dus wel een typische Fargo-stijl ook heel veel van die weirde en leuke zijpersonages. Zo heb je dus een politieagent die gespeeld wordt door Lamorne Morris, die heel veel mensen kennen van New Girl en die hiermee dus ook wel kan laten zien dat hij wat serieuzer kan acteren. Ik was ook wel een fan van de Indische politieagenten die we een tijdje volgen tijdens dit seizoen en haar man is misschien wel het meest hatelijke personage in heel dit verhaal en dat zegt wel wat met de sheriff-personage dus. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen die sheriff haten en je hoort hem ook te haten omdat hij op bepaalde vlakken natuurlijk veel te ver gaat, maar hij is dus ook wel zo'n personage wat af en toe best wel beest kan zijn. Maar voor hem proberen ze dan af en toe net iets te veel moderne politiek erin te verwerken en door ook echt overduidelijk Donald Trump parallellen te trekken en zo. Dat zijn een aantal van die momentjes die je juist een beetje uit deze serie trekken. Vooral omdat ze de schepper echt zo dik bovenop leggen, zeg maar. Het wordt totaal niet subtiel gedaan en dat is dus wel hetgene wat me een klein beetje stoorde aan dit seizoen. Maar goed, daar kom je snel wel overheen wanneer je dus ook andere personages ontmoet, zoals de zoon van Roy, die gespeeld wordt door die ene guy van Stranger Things ook. En dat is denk ik ook wel een fan favorite dit seizoen. Maar je hebt ook een soort weirde huurmoordenaar waarvan ik even zit te twijfelen of die nou wel of niet al in eerdere seizoenen heeft gezeten, maar ze proberen hem de hele tijd neer te zetten als een soort van Frankenstein. In dat wat er ook met hem gebeurt, op een of andere manier komt hij altijd terug, zeg maar. En blijft hij dus gewoon door heel het seizoen lang een dreiging. Daarmee bedoel ik ook letterlijk heel het seizoen lang, want in de laatste episode lijkt het aan het begin alsof de verhaallijn dus soort van al is afgerond, maar dan gaan ze dus nog eventjes een net iets andere richting op. En dat is ook wel een van de sterkste punten aan alle seizoenen van Fargo, is dat je nooit echt helemaal zeker weet welke richting het opgaat en dat het af en toe dus nog best wel wat onverwachte twists kan hebben. En ik denk dat dit seizoen misschien niet zo ingewikkeld is als bepaalde andere criminele verhaallijnen die we gevolgd hebben in vorige seizoenen, maar juist in hoe simpel het is, denk ik dat dit seizoen gewoon heel erg goed werkt, zeg maar. Maar ja, Fargo werd hier in Nederland vroeger altijd op Netflix gestreamd, maar blijkbaar zijn sinds kort de rechten dus naar Videoland toegegaan, dus ik denk zeker dat het wel het kijken waard is daarop. En ik zag de laatste tijd dus ook wel wat reclames voor deze serie voorbij komen, dus laten we hopen dat hij het gewoon goed doet en dat er nog meer seizoenen van Fargo kunnen komen. Maar heb jij al de kans gehad om dit vijfde seizoen van Fargo te kijken?
kijken. Laat me weten wat jij ervan vindt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.